Ik ben naar Zuid-Antonen, zit ik aan mijn kamer onder voor te dagen. Ik kom nu verlet, toch? Kun je gaan naar die theater nog af, jongen? En ik wil me naar Brugge opnemen. Dan blijf ik graag even aan. Wat kon je er naar beneden doen? Voor een maar God, natuurlijk ben je gelijk. Ik zei dat je nu een huis moest tossen, meneer. Maar waarom het is, er zit een wagen uit en volgens die is 12 minuten nog. Schön, dat wij merken dat ze deze zijn. En niet door. Want dat dat door zit, dan krijg je een test. Dat loopt allemaal vast. Er zit voor geen vaart zo'n suppressie en je knoei uit die broek. Ziet er een klopperige test in? Zeudaal manneke, dat is een kwestie van ketchup. En dat de ketchup er ooit is, hè? Je begint er nog een stukje voor je. Ah, voilà, ze gaan handelen. Allee, kom op. Van vroeger ben je, hè? Oh nee, dat kon niet. Nou, dat zou ik eens willen zeggen, maar waar niet? Omdat dat een straat is die van vuil en van achter toe doet. Dat is een kool. Dat is een kool, dat is een maar dan Floor wie daar weer? En wel de moeder van een Joe? Maar dan Floor van een man. Samen voor je mooie. Maar hier zit niks anders. Schriftelijk is al verbaard. En het lag vaak voor een doorleg de broeder. En weet je zo wel alle links wie dat zal zijn? Ja, de jongens van Fleur, ja, die hebben een koude plan mee als piek moeten kleren maken. Maar ik denk dat thuis zo wel warmheid is als wel. Oh, oh, dat is vals mogelijk, hè. Ook. Er is een spreekwoord dat zei, wat dat de vrouw geren mag, heeft een man een hele dag. dat zal de letter bijzig zijn. Oh, maar je bij zal draaien met de rood. Wil je nog niet verder? Zeg, wij luisteren naar toch een encyclopedie hier en niet daar. Ik ook een naam dat weet maar wat hier. Hij heeft tenminste toch al een hele tijd dat dat dingen was al even wat hier hebben nog. Ik had er nog 1000 keren over en ik verwacht hier ook met een aardig naam. Kom je door die corpus te vragen door dat ze zelf willen klappen. En dat ze om het noemende gezond in het bakje te krijgen. Hè. Hun karakter zo dodelijk moeten vermassacreren dat ze nou gestorven zijn nieuwe dame zelf laten dragen voor zin in de spiegel. Maar toch zijn alle mannen egoïsten, hè? En de vrouwen die ook niks zijn. Natuurlijk, dat wil ik al een eet. Al dat geld dat was om ze zullen verdienen, dat kost toch allemaal op, hè? Dan koopt er gewoon kofferkoukers mee, en wasmachine, en afwasmachine, en droogzorgers, en al. En nog zoveel zorgers te volgen. Hij kan nog wat hier. Zo'n schep? Ja. Heb je die Chinezen of een serieus? Ja, ze hadden misschien Chang hier in. Nee, ze zei, ik zeg het hem niet hier. Je kan hier dan niet zeggen? Nee, ze zei, waar zijn dat juist de enige zet? Ik had het niet kan zeggen. Ja, dat is goed, dat is het, dat ik ook maar kunt ruiken, hè? Ik heb hier een blik, dat is het al, hè? Dat weet ik ze daar. En de meisjes is het goed wil. Dat kan ik er niet meer over. Is het nog achter me dan? Hij kan niet lezen. Dan is hem al eens doen wat hij zoekt.
Hier, dan gaan we mij doen. Je zou haar toch zien hoe moeilijk hebben dat niet. Je kunt nooit die wet. Ah wel. Krijg ik naar je naam? Dat zou nog niet met de voorkamer. Om dat lood aan. Als je de boeren tramp uit wij draaien, dan zouden gaan maar nou wel verstaan. De 61 naar schoenen volgt. De 69 met een strijddraad naar schoenen nog. En de 65 naar de kerkensberg. Zeg, kom maar gerust, hè, jongen boeren tramp. En hoe vriend ze zei, heeft hij een wij draaien? Ze zei die net een wij draaien. Toch gezegd er gelijk onder, is ze zo slim zeker? Nee, slim is ze niet. Maar toch heet hem niet dat veel mensen hem zouden mogen benaaien. Ja, wat is dat dan? Wel, die niet zo weet, hè. Van iemand alleen. Die had een boerentram nog even uit de alleen. Mij klappen, hè. Maar iets in één gebleven. En ze zaad voor. Nee, is er toch? Op een namiddag zo een van die raketten op zijn Marijks gedorgen was. Op een boemvolle zol. Jojo, maar dat heb ik gelezen. Ze zijn in de gazette. Ah wel. César en ik waren zaten in die cinema dat gebeurde. Het is niet waar. Op dat kon toch niet een van die raketten erop gedorgen zijn. Dat was nou een knal. Stenen, stof, gekris, gekruim, gestuim. En waarom je balkon in alle benijnen en de lak onder dat voor. Kost me niet meer bozijden. En nu werd er ook vroeg voor de rode geroken, ze moeten vaster vroeger mijn eigen in. En even maar stond de muur, en boven op die muur lag een potrel van 2 draad onder balanceren. En dat spel kost alle 5 minuten in hier. Had die potrel valt, zijn ik morgen erop. Zeg, zou je later dan nooit gaan? Ze zei. Nee, het is voor mijn man hier. Ja, het is voor mijn man. Wie drinkt die melk? Ik heb ook daar. Je weet dat dat vergif is, hè? Zie je het zitten dat er voor zijn! Kan me zeggen dat je toeren vertellen dat ze zaar zijn moeder gestorven is en dat hem 99 was in het jaar. Alsjeblieft, meneer. Merci, Valerie. Zeg me dan.
alles van weten? Met die gazetten zien denk ik er niet zo, hè. We gaan me niet geloven, zullen, want ik was ook vandaan godsgeslagen. Zullen we dan even wat aan het ogenblik gezien? Ah wel, hè, madame, deze morgen heb ik al een gabardine en een kussen aangedaan, hè. Na door om de oversteek van de Kalijnstraat, daar moet ik even wachten voor tot ons te laten passeren. Klopt er niet eens iemand op mijn schouders? Ik droom me naar geen. Nou is dat Josephine, de oudste dochter van mijn tante Maria. Allee, dan was ik straks zomaar weer zijn gemoed gebroken. Oh, ja. Nou stond maar door zo wat te klappen en ineens zei ze. Zeg, zei ze, er weet het al van de César? Ik zeg, allee, welke César? Ah, wel, zei ze, de César, die vroegere vriend van oude meneer. Ik zeg, oh, den die, dat is nou wel een week of vijf geleden dat we hem nog eens gezien hebben. Ah, wel, zei ze, en zijn moeder is gestorven. En die neemt kwijt niet hoe gelozig uit, zei ze. Ik zeg, maar allee, van wie weet de gaga? Ah, wel, zei ze, van de waardvrouw van de notaris zelf, waar ik nogal eens mee naar de cinema ga. Ik zeg, maar allee, dan moet ik nou toch eens een ons madame gaan vertellen naar het oorstel. Die gaat nog niet waarlijk verscheten, zei ik. Ik heb er niks van geweten dat deze naaste moeder zo raak was. Wist je dat zelf nu? Dat wist ik van eigen. Ja, en hoe weet je dat dat niet gezegd? Die schoolzinnen gaan we weer terug naar de keuken, hè? Je mens moet eigenlijk van niks te meer verscheten, hè? Dat wist ik van eigen. Ja, en waarom heb je dat niet gezegd? Wat gezegd? En wel dat Jezus haar zijn moeder zo raak was. Oh, raak? Dat mens had een oos of twee, meer niet. Meer niet? Wat zou je meer willen? Zeg je eigen Jezus haar broers of zusters? Belangen niet, die is moeder zijn alleen. Oh, had je dan maar geen stomme taten gaan aanvangen bij al dat geld? Ja, zie, dat moet toch al redden, hè? Oh, dat is nou nogal schoon, hè? Die is toch ook een beste vriend? Dat was mijn beste vriend, maar gaat hem boten goed. Oh, bedoeld? Is dat goed? Oh ja, hoe is dat? Zeg, ik had er een dertig neuken geboten. Ja, maar dat niet goed? Zeg maar dat je een kaapje hebt. Ik heb al vaak in het water gestopt. Ik wou niet spreken met elke dat je dat van euro al drieën slaagt. Dat is een beetje te klein. Ik heb precies niks aan. Ik had dat voor mijn duizend niet zeggen. De juffrouw zal ze bij wel komen, zijn. Ik denk dat ze er een juffer van halen. Ah, ja. Dit doen ze, hè? Hallo, Jules, wie is de mee? Kom binnen, jongen, en kom er gemakkelijk. Tineke, kom. Soms een singeltje, maar niet wel een dubbeltje. Ik met Tineke tegen Marie-Louise en Jean-Pierre Paul. Oh, kan ik verder te gaan, zo we zijn met tweeën tegen vijf. Een reis en links en rechts en links.
rechts, en links, en rechts, en links. Zit het zin? Maar belangen begot niet in een technische taren. Hoe weer de na de twee vernoemste slogen van de pingpong. Luister maar naar ver en mijn vrouw ze beetje afvroegt hoe het dat komt dat je niet in de rouw zit bij de dood van de moeder, omdat ze wel laat waren. Dat is de specialiteit van de vrouw, jongen. Oh, een treuter, ik heb er maar voor, zuster. Ja, en dan? Hey, wat moet dat zeggen? Kan ik je gelijkwijken dan ik als maar geestig te bevragen dat ik een zoveel plaats heb? Maar laat me dan maar denken dat zegt hij, ja. Ga winnen tegen mijn zetel in de tijd, hè? Zijn jullie gaan aanvallen? Oh, wat een zing. Geloof wel onder. Oh, kom hè. En de Suisse zei dat er maar 99 waren. Een ommer, ik heb er ondertussen nog eentje van gekocht. Tineke? Jo, Rick. Jan. De kinderen van de Suisse.